Dit is Muziek met Freek. Deze week Muziek met Freek. Over de hele wereld luisteren we naar muziek. Maar al die muziek, die moet ook bedacht worden. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Maar hoe schrijf je nou zo'n lied? Waar komen de ideeën vandaan? En hoe ga je verder als je iets hebt bedacht? Hallo! Hey, dag Freek! Hallo! Goedemiddag! Ik ben benieuwd, wie heb ik aan de lijn? Je spreekt met Jan Groenteman. Ik ben pianist en liedschrijver. Nou, te gek! Schrijf jij ook wel eens liedjes voor het jongere publiek, dus voor kinderen? Jazeker, best veel. Ik schrijf wel eens muziek voor Klokhuis. En ik schrijf muziek voor jeugdtheatervoorstellingen. Ik heb voor muziek Sophie en de Mannetjes van de Tijd heb ik een heel leuk lied geschreven over dinosaurussen. Het begon eigenlijk heel simpel. Je hoort het straks met alleen maar dat begin. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Die woorden kunnen we natuurlijk ook drummen. Of klappen. Of op een emmer spelen. Doe maar mee. 1, 2, 3, 4. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. En nu drummen op bijvoorbeeld een trommel. Op je knieën. Of op een emmer. 1, 2, 3, 4. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. En dat was eigenlijk het eerste waar ik mee kwam. En langzaam ontwikkelde, langzaam heb ik toen de rest erbij geschreven. Vanuit de gedachte, ja, hoe was het 65 miljoen jaar geleden eigenlijk? Toen had je niet dit en niet dit. En toen ben ik dat langzaam zo gaan ontwikkelen. En dat Brontosaurus, Stegosaurus, dacht ik, oh ja, dat is een leuk refreintje. Dus dat komt dan steeds terug. Dus dat gaat eigenlijk heel erg, ja, dat gaat zonder een plan. Helemaal op gevoel zet ik dat zo in elkaar. Hey, en volgens mij heb je ook nog een hele moeilijke naam voor iemand die muziek schrijft. Toch? Zeker. Componist heet dat. Componist. Dus jij bent echt een moeilijk woord, maar een componist. Ja, ik ben een componist. Ja, ik noem mezelf altijd liever liedjeschrijver. Want componist klinkt inderdaad zo zwaar. Zo voelt het helemaal niet. Maar officieel zou je mij componist kunnen noemen, ja. Laten we nu de ritmes meespelen, het refrein meezingen en voor de echte kanjers het hele lied meezingen. Daar gaat-ie. Zijn jullie er allemaal klaar voor? We gaan terug naar de prehistorie in 4, 3, 2, 1. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. 65 miljoen jaar geleden was er bijna niets. Geen huizen en geen dorpen en geen steden. Geen auto en geen scooter, zelfs geen step of waterfiets. Geen Noorwegen, geen Lapland en geen Zweden. Alles was een soort van jungle, slangen had je wel. Insecten en een soort van krokodillen. Geen mens die je destijds kon horen gillen. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Wat is dat in de verte? Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Zie je dat dan niet? Het is een meteoriet. Vijfenzestig miljoen jaar geleden, jongens, wat een ramp, kwam iets uit de hemel naar beneden. En in een paar seconden was het uit met het gestamp. Geen dinosaurus was er nog in leven. Enkel wat insecten en een ingegraven slang
hadden zich nog net weten te redden. De kakkerlakken en de pissebedden. In de stille, stille nacht zongen alle kekels zacht. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, doei! Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, tot nooit! Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, de mazzel! Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Wow, te gek! Je hebt meegezongen, ritmes meegespeeld en misschien zelfs het hele lied meegezongen. Knap hoor! Volgende keer een nieuwe special guest en een nieuw nummer. Tot dan! Muziek met Freek.